Vormer kan de bal laten indraaien. Komt hij van de voet van Hempten, dan draait hij weg bij het doel. Het wordt Ruud Vormer. De Ruiter. Jonker. Komt hij aan schieten toe? Dat denk ik niet. Dit is nog mooier. Dan moet hij er eigenlijk in. Sterker nog, dan gaat hij erin. Mooi gespeeld door Jonker. En hij scoort. Vukovic mee naar voren. Jonker die zich realiseert dat hij onmogelijk een doelpoging kan wagen, krijgt die bal vrijwel uit stand weer. Heel knap voorbij de meeste spelers op het veld, maar wel op het hoofd van Vukovic. En hij mee naar voren gekomen, knikt die bal ongehinderd in. Ramsey. Weer een verkeerde keus. Links van hem staat Hempte helemaal vrij, maar hij kiest voor de weg naar binnen waar een aantal tegenstanders staat. Maatsen. Van Buren kiest positie. Aalberg is mee. Wielaert moet uitkijken. Maar de inzet van Van Buren vliegt voorlangs. Hier gaat Montijnen. De Beulen. Malky. Oh, mooi ingeschoten. Goede redding van de Ruiter. Waar de doelman het voordeel heeft dat de hoogte waarop de bal wordt ingeschoten ideaal is voor een keeper. Jonker met nogal wat ruimte. Het is even 1 tegen 1. De Graaf moet nu weer terug in zijn rol van verdediger. Die normaal gesproken inneemt in dit seizoen. Hier komt 2-0 aan. Wat een mooie goal. De naam heet De Beulen. En in de 28e minuut verdubbelt Rode JC de voorsprong. Ook hij ingetogen, maar het is een prima goal die Roda maakt tegen Excelsior. 2-0. Wielaert. De Beulen. Krijgt die bal zo terug. Malky krijgt geen kans om te draaien. Donald, nou wie maakt hem? Vormer, het is uitkiezen geblazen. Oh, mooi, hij maakt hem mooi. Ja, 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 Ruud Vormer. Het is een trainingspartij vooralsnog in de eerste 33 minuten voor Rode JC tegen Excelsior. Het staat 3-0 in Kerkrade. Hier Van Geel natuurlijk. Voormalig Roda manager zou niet aan ex-spelers komen, maar tenzij andere clubs ook belangstelling gingen tonen voor spelers van Roda. Wel nu, dat is het geval met Ruud Vormer. Dat is gegeven op het goede moment. Hier gaat Pluim. Gaat hij onderweg naar 4-0 of schenkt hij hem aan een andere invaller? Hij doet het aan een andere invaller. Dat is Arnoud Tjoetjoen. Omdat hij keurig is meegelopen met Pluim. Vormer was daar voor de zekerheid ook bij. Betekent de instelling hier in Kerkrade, met name ook bij Pluim, die best het zelf had mogen proberen. Vukovic, terwijl Excelsior stapt. Ja, daar had de verdediger in eerste instantie niet op gerekend. Dan heeft hij dit als alternatief en kan het zomaar 5-0 worden. Het wordt 5-0. Zo zeg. Dat is snel. Naar de vierde komt hier alweer de volgende. Met dank aan Vukovic is het Donald die de vijfde maakt. Wielaert, Pluim, soms wat flegmatiek, wel beschikkend over een goede techniek. En daar kan hij zeker in de kleine ruimte mee goed uit de voeten. Hier komt de volgende aan. Ja hoor, dit is Joen. Roda geeft even wat gas bij en zo loopt Excelsior in de slotfase nog tegen een forse nederlaag op. Roda zit bijna aan zijn grootste thuiszegen. Althans aan de evenaring daarvan. Sterker nog, dit is de evenaring. Zo, Lewandowski mag ook een paar minuten meedoen. Dat levert de grote big smiles op. 7-0, zo gaat het hartstig. Het zit erop voor Excelsior. En zo liet Lammers ons voor deze wedstrijd een beetje in het duister over de plannen met Excelsior vanavond. Maar liet vervolgens de spelers van Excelsior de plannen. En incasseerden ze eigenlijk zonder al te veel weerwerk 7 goals in Kerkrade.